Het is zomer en dus toert RTV Oost weer door de provincie 40 dagen lang met Mooi Overijssel. Heel leuk om te doen, want je komt hele verrassende dingen tegen. En weet je waar ik vandaag tegenaan liep? Een paardendekenwasserij. Paardendekenwasserij. Niet uniek, wel bijzonder. Toch? Ik weet het niet. Wij zitten daarin, dus wij kennen het al. Ja. 5 jaar geleden ben je begonnen, maar hoe kwam je daar zo op? Eigenlijk door onze dochter en schoonzoon. Die konden hun eigen dekens niet goed kwijt. En dan zeker de combinatie met repareren. Dat was erg moeilijk. We waren de dekens lang kwijt. Dus zo zijn we eigenlijk begonnen. Ja, want zij hebben een eigen paardenbedrijf. Zij hebben een eigen paardenbedrijf, ja. Trainen van paarden, fokken van paarden, ja. Maar wat doe je? Iemand komt hier met een deken binnen en dan? Worden ze geborsteld. Eerst de overtollige haar eraf. Dan gaan ze in de wasmachine. En dan drogen we ze. Maar veel werk dus met één deken? Ja, best wel. Het verschilt wel een beetje van deken tot deken. De ene deken is gewoon wat schoner. Oudere paarden hebben wat langer haar. Dus dan blijft dat haar ook wat langer wat meer in de dekens achter. Dus ja, wedstrijdpaarden hebben over het algemeen geschoren. Dus dan heb je wat minder haar erin. Dus het scheelt wel van deken tot deken, van paard tot paard. Vind je het leuk om te doen? Ja, nog steeds. Ja, waarom vind je het leuk? Nou ja, gewoon lekker mijn eigen werkje en kan mijn tijd indelen en ben graag met mijn handen bezig. Ja, en het naaien, dat vind ik echt geweldig. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. Waar komen je klanten vandaan? Wel meest in de buurt. Een paar klanten zitten wat verder weg. Deventer en Geesteren en daar zo die kanten op. Ja, maar de meeste wel hier in de buurt. Maar gaat dat goed? Want ik denk dat je het gewoon spontaan bedacht van dit ga ik doen. Ja. Gaat het ook zo goed of gaat het meer dan dat? Het gaat meer dan goed. Ja, gewoon mond-op-mond reclame. En gaat eigenlijk heel erg leuk. Maar leuk, dus dit blijf je nog wel even doen? Blijf het nog wel even doen, ja.